Hey Jeroen, waarom zijn we hier aan de andere kant van Rijswijk? Aan de andere kant van Rijswijk? We hebben het jullie al een beetje gezegd, we gaan verhuizen. Oh jee. Waarom gaan we verhuizen? 1. Parkeergelegenheid. En 2. Bereikbaarheid. Alle opmerkingen die jullie hebben gemaakt naar ons over het slechte parkeren en in de file staan, te laat komen op je afspraak, soms helemaal niet kunnen komen op je afspraak. Dat is ons niet in de koude kleren gaan zitten. We hebben het proberen op te lossen op de huidige locatie, maar is helaas niet gelukt. Tekortgeschoten. Dus we gaan het hele circus verhuizen. En we gaan hier naartoe. Waarom? Nou, de straat hebben jullie al gezien. Dus onwijs veel parkeergelegenheid. Maar we gaan vandaag eventjes lopen naar onze nieuwe studio. Zodat jullie nooit hoeven te verdwalen op jullie eerste trainingsdag. We gaan naar het gebouw dat heet Mon for Offices. Daar zitten we op de begane grond. Dus we gaan van de tweede verdieping naar de begane grond. Dat is ook alweer een voordeeltje. Dat is ook een voordeeltje, ja. We hebben daar die straat met allemaal parkeergelegenheden. Voor iedereen met een parkeer-app, Park Mobile of ieder andere app, is het eerste 2 uur gratis parkeren. Dus we kunnen gratis parkeren in die hele straat. Super relaxed! Yes. Daarnaast, als het vol is, hebben we hier 4 gastenplaatsen. Dus we hebben altijd genoeg parkeerplek. Jeetje. En hoe zit het met openbaar vervoer trouwens? We zitten vlakbij Rijswijk Station. En er rijden hier trams, er rijden hier bussen. Dus voor iedereen met het OV is er ook genoeg plek. Wat je doet, joh. Top. Nou, dan zitten we gevestigd aan de Sir Winston Churchill aan 299 in Mon for Offices. Receptie. Dat is ook nieuw. Dat is ook nieuw. Hey. Voor iedereen die straks aankomt, gaat het op deze manier. We lopen naar de voordeur. Schitterende voordeur overigens. Oh my god. Er komt hier onze eigen deurbel. Die zit er nu nog niet. Dan kunnen we eventjes aanbellen. In de hoop dat er nu wordt opengedaan. Ja. Yes. En dan denken jullie, hè, maar door wie wordt er dan nu opengedaan? Nou, dat zal ik jullie vertellen. Er zit namelijk altijd een receptionist. Ik wil. Hi. Hi. Er zit altijd een receptionist, dus we zijn altijd bereikbaar. Jeetje. Wat een toerie. Dan komen we binnen in de lobby. En in de lobby kan iedereen zitten voor zijn training. Er is koffie, er is thee, er is rust. Het ziet er mooi uit. Er zit wel iemand aan de telefoon. Oh, dat is wat zachtjes, hè. Dan komen we hier binnen. Hier kan je dan wachten. En hier kun je koffie halen. Daar zit een geweldige receptionist. Hi. En hierachter gaat het allemaal gebeuren. Maar dat gaan we nog niet laten zien. Dat zien jullie wel als jullie op je eerste training komen.